Ja. De lucht is tof. Ja, cool. Cool, cool. We zitten in de haven van Gent en we gaan deze hiphopper proberen op de gevoelige plaat vast te leggen met de nieuwe GFX 50 S2. Hij ziet je stoppelbaard, dus dat is goed, hè? Kijk. Dat is wel een tof lensje, hè. Kan ik eens zien dat dat heeft van compressie? Kom maar, Matthias, kom maar. Nog? Ja, ja. Nog dichter, nog dichter, nog dichter. Ja. Nog een klein beetje. Ongeveer daar. Ja. Ik werk heel vaak op locatie en hoe compacter de camera, hoe lichter de camera, hoe plezanter het is, want ik heb meestal al genoeg dingen om mee te sleuren. Dus ik hou dit echt in mijn handen en ik voel niet dat ik een medium format camera in mijn handen heb. Ja, oh, wauw, cool. Yes. Er is ook maar één rugzak die je in een vliegtuig kan meenemen en daar moet alles in geraken, dus het past er perfect in. Het neemt echt weinig plaats in. At the top I found some relief, I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Een van de redenen dat ik in de tijd overgestapt ben naar de GFX is omwille van het geweldige dynamische bereik van de sensor die erin zit. Dus dat vind ik geweldig, dat je de schaduwen kan optrekken en de hooglichten kan terugtrekken en zo eigenlijk de scène weergeven zoals dat je ze voor je ogen zag toen je de foto maakte. Oké. Okay. Yeah. I'm sorry, baby, I don't mean to be rude. Yeah. I'm just a little different from all these dudes. Okay, 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 they riding waves, me, I'm up on a cruise. Yeah, yeah, you feel like me, then you got nothing to prove. Voor mij is dat goed, maar zeg jij nog een keer? Ik ga nog één pakken. Ik werk graag met dansers omdat die graag all the way gaan en ik probeer dat ook te doen in mijn fotografie. Dus die kijken niet op een extra sprong en ik kijk niet op een extra foto. En het is maar door die volharding aan beide kanten dat je eigenlijk ja, tot hele toffe resultaten komt, denk ik. Hem? Ja, dat is hem.